En de stichting Soeet heeft zondagmiddag twee rolstoelbussen overhandigd aan de instellingen die senioren burgers opvangen. Daarmee is eindelijk een belofte ingelost. In 2016 heeft Soeet geld ingezameld om rolstoelbussen voor de tehuizen Margriet, Mayella en Asiana aan te schaffen. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk is deze belofte ingelost, zegt Giovanni Seggen, voorzitter van stichting Soeet. Ondertussen heeft een van de tehuizen al een bus gekregen van staatsolie. En waren er nog twee over. Ik moet de twee tehuizen, Mayella en Asiana, vooral bedanken voor het geduld en het vertrouwen dat ze in ons hebben gehad. Want als je in 2016 hoort dat je een rolstoelbus krijgt die je dringend nodig hebt. En je staat pas in 2019 voor dat heugelijk moment. Dan kan ik me voorstellen dat aan die kant misschien op een gegeven moment het geloof wat minder was geworden of misschien helemaal weg was. Maar wij hebben ook in 2017 ingezameld voor de rolstoelbussen en we wilden dat ook vorig jaar doen, maar gelukkig net voor de inzameling kregen we de garantie van een autoverkoopmaatschappij dat we de twee bussen tegen een gereduceerd tarief konden krijgen, dat is garage Ashroef. Na de aankoop van de bussen konden ze niet meteen aan de instellingen overhandigd worden, zegt de voorzitter. De inrichting moest namelijk worden aangepast om makkelijk de rolstoelen te kunnen vervoeren. En dan beide nog niet, want dan moeten reparaties worden uitgevoerd. We wilden mooie bussen overhandigen, dus we hebben de bussen samen met de tehuizen die ook een bijdrage hebben gedaan financieel laten herspuiten. We hebben nieuwe banden op de bussen laten zetten. We hebben alles gedaan, we hebben stoelen gerepareerd. We hebben alles gedaan wat we konden doen om zo goed mogelijk bussen te overhandigen aan Mayella en Asiana. Dan denk ik dat nu het moment daar is om de bussen te tonen aan u, die ons al die jaren heeft ondersteund, en aan het publiek, de mensen die via de media zullen volgen. En daarna kunnen we de overhandiging doen van de sleutels en de papieren. Alles Giovanni Seggen, voorzitter van Stichting Soeet. Hij sprak gisteren bij de overhandiging van de twee rolstoelbussen aan huizen Mayella en huis Asiana. De overhandiging vond plaats op de parkeerplaats van Radio 10.